Er is naar aanleiding van een vergunningaanvraag van meneer Visser is er een hoorzitting in Rotterdam. De vergunning wordt afgegeven door Rijkswaterstaat en dat gaat met name op het zeedeel en de aanleg van de pier. En daar zijn bezwaren tegen gemaakt door Stinapa, door de Tiltrof Foundation, door het Wereld Natuurfonds en nog een aantal particuliere mensen. En die mensen die worden vandaag gehoord. Dat is een onderdeel van het traject. Er is een voornemen tot het verlenen van een vergunning. Die vergunning, daar kunnen mensen bezwaar tegen maken. Dat hebben ze gedaan. En vandaag is dus het moment dat zij gehoord worden naar aanleiding van hun bezwaar. De hoorzitting is natuurlijk in Rotterdam, bij Rijkswaterstaat. Die is openbaar. Nou ja, wij kunnen natuurlijk niet, iedereen gaat niet naar Rotterdam. Dus we hebben besloten dat hier te organiseren. In de zaal boven, want daar kunnen maar een man of 20 in. Daar zit zeg maar Karel en Stinapa en de Turtle Foundation. Met de pers en wat toehoorders. De rest van de toehoorders die kijkt hier mee beneden bij het RCN in een tent. Heel bijzonder lijkt me. Ja. Ik hoop dat dit een heel mooi voorbeeld is van hoe wij in combinatie met Den Haag de democratie gestalte geven. Dat is wel erg, erg leuk. Pro of contra? Pro. Pro. Pro, altijd pro. Pro. Ah, met een pro-papier. Pro. Jezus, ik heb nog geen mening hoor. Met een leunpa pro. Pro. Johan had gisteren moeten beginnen met bouwen, niet te wachten op wat. Hij had gisteren moeten beginnen hoor, niet morgen. We zijn moe en ontevreden met al die regels. Rules are made to be broken and break them en zo wat. Contra de pier, want het is gewoon een voorbeeld. Als ze dit toelaten, dan laten ze de volgende pier ook toe en de volgende. Want er zijn al andere aanvragen binnengekomen om nog meer piers te bouwen en waterbrekers. Dit is gewoon een voorbeeldje. Pro met de hobby, pro. Pro. Pro natuurlijk. KNB had al een pro. De pier moet komen. Ja, de pier moet komen. Ik ben aanwezig hier, want ik ben pro. De pier moet komen, want het is heel belangrijk voor Bonaire. Ja, het pier moet komen. Echt waar. Het is tijd om de Bonaireanen ook een kans te geven om goede dingen te doen. Okay? Pier moet komen, denk ik. Ja, pro voor lokale bedrijven. I'm against the pier. It's too much of an environmental impact. If you go near any of the other piers, you can see the destruction of the reef. It's gone. In fact, I'd be in favor of taking down the other piers, but you need them for commerce. But just to put up a pier for a restaurant, nah. I mean, it's too much destruction of the reef. Pro. Pro? Pro. Ik ben voor de pier en ik blijf voor de fiets. Ik ben pro. Ik wil wat zeggen in het Engels, zodat iedereen mij kan begrijpen. I don't understand how somebody can have empathy with me when I'm the fourth generation Bonairean. And this is my daughter. She's going to be the fifth generation Bonairean. And this is the best way I know how to secure a job for my children. Wij hopen in ieder geval dat het een beslissing gaat worden die zeker de natuur gaat beschermen. En niet tegen de pier direct, maar wel dat we dus ons marinepark in stand weten te houden. The expectations are from us is that they would reconsider this permit. But there are some options. They could revoke it, they could change it, or they could keep on going. We don't know. So now we have to wait. What's the biggest reason you don't want the pier? Well, our main argument here is the procedures, how these permits have been given or issued. So it's a governance issue. So we're looking for a good governance procedures and rules being followed about, in this case, nature. But it's also about any case of that has to do with governance. Laws have been changed to accommodate this project. And we don't think this is correct. Karel himself, he has the right
to request what he thinks is rightful from him. He's a developer and he's a person with his heart on Bonaire. He has all the right to request that. But we think that the legal framework is there to be respected, and this is what we are demanding now. We don't think that laws can be changed to accommodate private requests, and this is have created a lot of conflict in the society. Ik snap ze vechten voor hun bestaan. Ik vind dat ze verouderd zijn. Stinapa in principe is verouderd. Ze moeten meegroeien met het idee. Zoals een van mijn ondersteuners hebben toegelicht, is dat Bonaire, 56% van Bonaire bevolking is onder armoedegrens. En een nieuwe innovatie zoals de mijne, los van dat veel projecten meer die problemen krijgen met Sinapen, moeten komen zodat de economie zich kan draaien. Daar gaat het uiteindelijk om. At the beginning they had conversations and Ramon de Leon did advise Mr. Visser to do things in a different way, but as he actually wrote it yesterday in a post in our website. It's not the fault of the developer, but that the government has to set up the parameters where development can happen in a logical and safe way for people and for the environment in this case as well. Wij hebben twee keer proberen te mediëren met Sinapen en met Citadel Conservation Monet. Zij geven ons een antwoord dat ze een advocaat willen, niet dat ze onderhandelen. Dus wij hebben het van onze kant geprobeerd en nu hebben wij geen zin meer. Het enige wat ze kunnen doen, en zij weten het ook, is dat ze het kunnen vertragen. Maar het komt sowieso wel. Wanneer wilt u beginnen met de bouw? Zo snel mogelijk. We hebben nu de orkaanseizoen. We moeten sowieso volgens onze vergunning van Rijkswaterstaat wachten totdat de orkaanseizoen voorbij is. Wanneer dat voorbij is, wil ik beginnen. En laten we hopen dat alles afgerond is voor die tijd. En hoe lang duurt de bouw dan? Ik denk 6 tot 8 maanden voor de pier. De hotel zelf komt over, ik hoop met bouwen van Bonaire, op zijn best hoop ik 2-3 jaar. Dat is waar naar ik streef.